Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioenvisie en ontzettend veel meer. Zit je lekker? Ja, ik dacht nog even, voordat we beginnen, even... even goed zitten. Jopie Buit, Lars van Velsen en Mario Bilate. Mario, welkom. Dankjewel. Ja. Als invaller van Ferry de Bond natuurlijk. Ja. Ferry is lam. Ferry is lam nu. Die kans is zeker aanwezig. ben jij een carnavalvierder? Dit is volgens mij de eerste keer in de laatste... Zal het zijn 5 jaar dat ik het niet vier dus. Ja? Omdat je hier moest zitten? Nee, omdat ik morgen moet trainen. Okay. Ja, ik ben sportman. Ik heb het gewoon niet zo goed gepland deze keer. Ja, okay, dat is het. Maar weet je, wij zouden Ferry ook eigenlijk bellen vandaag, even leuk inbellen. Maar zelfs dat hebt hij afgezegd. Want hij zegt gewoon, de kans is groot dat ik hem gewoon niet opneem. Want hij is nu al... Apelam. Hij is apelam, hij is kats van de kaart. Maar dan doet hij het goed, toch? Ja, toch? Hij doet het beter dan ons eigenlijk. Dat is de carnaval experience. Heren, laten we beginnen met een klein introotje. Bob Peters had hem weer op. Had hem weer op, Mario. Weet je wat ik dan bedoel? Hij had hem weer op. Nee. Bob Peters, die heeft sinds hij aangesteld is bij Helmersport, iedere wedstrijd een muts op zijn kop. iedere wedstrijd heeft hij gewoon een muts op. Maar hij ziet er dus een beetje uit als een lobbes. Weet je, het hebt niet echt uitstraling. Nee. Stel je voor, jij hebt een trainer en die staat een beetje als een lobbes langs die kant en met die muts op zijn kop zo. Wat voor muts dan? Ja, echt zo zwart. Ook geen mooie muts. Met zo'n... Nog net niet, Mario. Zie maar, staat hij met zo'n zwarte muts op zijn kop. Dus dat heeft toch geen uitstraling? Hoe zie jij dat als speler? Ja, dan moet hij een muts van TV9 moet hij hebben. TV9? Petje op, hè? Ja. Ja, ik zou zeggen, mooi. Thomas stuur hem een mutsje op. Nou, is dat ook een beetje jouw merk, TV9? Heb jij al wat gekregen van Thomas? Nee. Maar ik ben van mening, als ik wat van Thomas zou willen, dan zou ik er gewoon voor betalen. Ja, ja, ik heb ook... Ja, om hem te steunen. Ik heb er ook gewoon voor betaald. Nee, trouwens, ik zit te denken. Met zijn salaris. Ja, gewoon 6 petjes gratis geven. Ja, ik uitdelen in de wijk. Ja, maar weet je wat wij altijd zeggen in deze podcast? Wat Bob Peters dus op moet, dat is geen muts, maar een cowboyhoed. Dus ik wil hier volgende week wil ik hier met een cowboyhoed gaan zitten die ik aan hem een keer wil overhandigen. Nou ja, we zitten hier natuurlijk wel. Misschien wel een van de meest iconische foto's van jou is toch met een cowboyhoed op? Ja. RKC in de playoffs tegen? Go ahead. Even Mart een keer uitlachen, ook wel een keer leuk. Wat vind jij van een cowboyhoed? Zou dat wat uitstralen als trainer zijn? Nee, ook niet. Nee. Slecht idee? Ja, als het een Amerikaan is uit Texas of ja. zo. Ja, En hij heeft ook laarsjes aan. Anders niet. Anders niet. Het is vooral mooi dat Joop vorige week dan hier zat te verkondigen van... Ja, je ziet Zidane toch ook niet met een muts op. Ja, ik stond goed voor lul. Wat ik zei dus, kijk, Zidane is ook al. Maar je ziet Zinedine Zidane ook niet met een muts op. Maar dan noem je er ook een. Ja, maar je hebt ook een uitstraling staan. De dag daarna, heel mijn Instagram DM vol op Twitter. Iedereen met foto's van Zidane met een muts op zijn kop. En gewoon meerdere foto's. Ja, ik heb ze ook gezien. Ja, Zidane had ook wel vaak een muts op zijn kop. Ik stond een beetje voor lul. Maar die moet je pakken toch? Kan gebeuren, kan gebeuren. Ik wil ze dadelijk wel even over jouw trainer hebben, dadelijk. Maar dat komt dadelijk wel, Mario, nu. Goed. Kan je vrij praten? Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Nee, gewoon. Joop heeft wat vragen voorbereid. Okay. En Joop, even verder. Familie Hazes. Ja, Trouble in Paradise. Man. Trouble in Paradise. Een paar weken geleden begon ik over de muzikale erfenis van de familie Hazes, toch? Die ligt bij Rachel Hazes. Hebben ze heel Holland Hazes, dat organiseren ze dan. Mm-hmm. Maar dat hebben ze gewoon verkracht de laatste jaren. Dat is helemaal niks meer. Dus toen zei ook al, die muzikale erfenis moet naar die kinderen toe. Gewoon André en Rox. Ja. Die zijn lekker bezig. Die moeten gewoon die nummers gaan vertolken of wegzetten bij andere mensen. Die moeten dat weer in hun handen nemen. Nou, een paar weken later kwam er dus een rechtszaak over de erfenis Hazes. Maar dan de financiële erfenis Hazes. Wat denk jij? Ben jij team Rox of team Rachel? Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ja, Mario. Naar wie het geld moet. Ja. Nou, het verhaal is ook nog, Rachel heeft het ook verzwegen. Waarschijnlijk wel, ja. Kijk, de erfenis zou dus eigenlijk gewoon helemaal naar de kinderen toe gaan. Maar dat heeft dus Rachel blijkbaar gewoon jarenlang verzwegen voor de kinderen. Is toch erg als dat echt zo is? Maar wat is de bedoeling? Ja, voor eigen financieel gewin, denk ik. Maar niet met de gedachte van, als ik ze nu dit geld geef, dan... Is het binnen 5 jaar op en daar hebben ze geen verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, bij Dre Junior zou dat kunnen, denk ik. Ja, die geeft het uit aan MILFs. Ja, MILFs. Ja, ben je van de MILFs? Mijn vriendin is wel een paar jaar ouder. Lekker, ja, 10 jaar geleden was het leuk. Nu richting de 40. Nou, dan wordt het minder. Dan zit ik met apenzuur. nog even. Ze krijgt opvliegers, vriend. Nou, nu al gaande. Ja, joh. Hey, nee, maar de familie Hazes, ik vind het wel wat. Maar als die Rachel dus
dat het echt heeft gedaan, ja, opzettelijk voor de kinderen, is wel erg hoor. Ja, ik had, als ik morgen de pijp uitga, dan wil ik dat die 200 euro die er op mijn rekening staat, dat die naar mijn kinderen gaat. Ja, ja? Daarom, ja, daarom. Voor zijn goede rapport. Ja. En zijn goede gedrag. Hey, kijk. Hey, en dan wat anders. Ja, een collega van ons bij Studio Voetbal gisteravond. Bartje Vriends. Juist. Ja, leuk man. Ja, jij hebt het niet gezien? Nee. Mario? Nou, zal ik even vertellen hoe het ging? Ja. Nee, Bart Vriends zat daar en Bart is toch wel... hij is natuurlijk voetballer, maar we weten allemaal wel, als die stopt, dan glijdt hij zo het mediawereldje in. Ja, toch? Die hij ziet er goed uit ook. Juist. Ik zie hem echt wel een talkshowtje doen bij de NPO. Denk jij een eigen talkshow? Dat denk ik wel. Gewoon de nieuwe Eva Jinek? Is geboren. Ja, zoiets. Is gewoon een collega van ons. Ja. Wie? Even hier. Ik ben trots op hem. Ja, nee, ik ook zeker. Maar hij was hartstikke goed gisteren. Dus Bart, complimenten vanaf hier. Alleen Arno Vermeulen was een beetje... Die zei van de NOS voetbalpodcast. Ik mag toch hopen dat daar meer mensen naar luisteren naar de Kortpodcast. Maar dat is ook toch niet zo? Dat denk ik niet. Ik denk dat er meer naar de Kortpodcast luisteren. Ben jij luisteraar van de Kortpodcast? Ja, ik probeer zo hier en daar wel een podcast te luisteren. Ah, doen ze wel leuk hoor. Ons ook? Ja, ook hier en daar. Oké. Ja. Niet iedere week? Maar ik moet zeggen, jongens, ik begin vaak aan een podcast en dan na een half uur raak ik afgeleid en dan zie ik weer een andere podcast. Ja, dus ze kijken zeg maar 8 tegelijkertijd in de week. Oh, oké. Okay. 8 verschillende podcasts door elkaar. Maar welke check je allemaal dan? Ja, ben ik ook benieuwd. Als er een leuke tussen zit bij Joe Rogan, luister ik daarna. Ja. Ik ben fan, ik vind Theo Van, dat is een vriend van Joe Rogan. Ja, dat is gewoon slap gelul, maar die gozer is hilarisch, dus daar luister ik naar. Core podcast dan. Ik ben weer begonnen. Is Core Podcast een beetje een en nu we hoeven het niet per se over de Core Podcast, maar is dat een beetje dat onder voetballers geluisterd wordt, omdat het ook door voetballers gemaakt wordt? Ik moet zeggen, bij NAC in de kleedkamer waren er wel denk ik een stuk of 5-6 die er echt naar luisterden. En dan elke keer was er een nieuwe aflevering. Even samen even bespreken. Dan heb je al geluisterd. Ja, okay. Kortsmit, ze hebben het weer over, want ze hebben het altijd over Kortsmit. Dus ja, bij NAC in de kleedkamer wel, bij ADO. Alleen de eerste de beste. Alleen de eerste de beste. Ja, ja. Ja, het praten ze veel over in de kleedkamer. Ja, dat fragment dat Ten Kate jullie belde. is wel rondgegaan in de kleedkamer. Die was goed, jongen. Die was wel goed gedaan. Hey, maar even welke podcast luister je nog meer? Want je was midden in het verhaal. Toen las door je heen. Oh, even kijken, Core Podcast. Ik heb hier een paar afleveringen van gekeken. Even denken. Joey Diaz, ook een vriend van Joe Rogan. Heeft ook zijn eigen podcast. Daar luister ik ook naar. Is bij jou echt voetbal of complot, hè? Complot? Nee, joh. Joe Rogan is toch wel een beetje de complotte man. Nee, bij Joe Rogan is het echt uiteenlopend. De ene keer zit er iemand die... zeg het maar. Ik kan altijd wel genieten van die archeoloog, van die Hancock. Graham Hancock, juist. Dat vind ik ook gewoon. Dat vind ik. Ik heb die serie ook gecheckt, Ancient Apocalypse. Ja, die was goed, man. Die was heel de eerste 3 afleveringen van. Ja, die was heel vet. Die was heel vet. Dat vind ik echt mooi. Even voor mijn verdediging, hè. Toen jij als Henk de Katen belde, hè, in de Mystery Guest. We waren er al een week mee bezig, hè. Want hun hadden al gezegd in de app, we hebben nu echt een grote naam te pakken. Dus ik had, dus dan zit je al zo in de wedstrijd, hè. Ja. We hebben echt een grote naam. Stond die telefoon, stond ook zacht, hè, mensen. Ja. Dus ik hoorde gewoon zo een beetje zo'n stemmetje, hoorde ik, wezen. Dus ik was wel een beetje... Dus jij zegt er is vals gespeeld. Het is een beetje vals gespeeld. Ja. Ik was er al naartoe geleid. Ja, dat klopt. Een beetje erheen gedreven. Maar dat hebben ze goed gedaan. Precies. Ja. Hey, maar laten we even gaan naar... we hebben altijd 2 wedstrijdjes die we bespreken. Ja. Ed Fresia, Cousinho Arias. ADO tegen PEC. Thoughts, Jopie. Ja, dat is een heerlijke overwinning. En, komt die periode naar Den Haag? Ja, ik zeg het gewoon. 100% de derde periode is voor ons, Mario. Hoe is het bij jullie? Ja, toch? Ja, ik kijk ook, als we eerlijk zijn, die wedstrijd. Het is dat we in het begin 2 goals maken. Ja, PEC was wel echt... Ik vond PEC heel goed voetballen. Voetballen goed. En ze kwamen ook... dominant ook. Ja. Volgens mij geven ze daar boetes aan de buitenspelers als ze een voorzet geven. Maar dat tezijde. Het gaat allemaal door het midden, maar... Maar die buitenspelers hebben volgens mij... Ik heb die kale spits, die kwam erin, die Griek. Ja, Velios. 16 keer in de minuut loopacties die maken naar de eerste paal. Die krijgt de bal gewoon nooit. Ja. Dus volgens mij krijgen ze daar een boete als ze een voorzet geven. Maar verder, ja, we hadden volgens mij 28% balbezit of zo. Ja, dat weet ik niet. En die van de Belt kwam ook een paar keer helemaal door in het midden zo door. Hè? Ja, dat is echt een goede speler. Ja. Die trekt het helemaal open ook met zijn loopacties. Vind ik een hele goede speler. Maar ja, dit is een beetje... We zeiden het in de kleedkamer een beetje lachend. Van Dick heb een gouden lul. Dit soort wedstrijden verlies je 8 van de 10 keer. Big Dick Energy, toch? Maar dit soort wedstrijden verlies je normaliter. Verlies je die 8 van de 10 keer. Hey, maar wat is nou het verschil? Weet je, onder Kuit...
verloren we steeds. Dick Advocaat komt erbij. En twee weken later pakken we de punten. Wat is nou dat verschil? Ja, Dick is gewoon eigenlijk helemaal op nul begonnen met ons. Dus die heeft vanaf het begin is hij eigenlijk heel eerlijk geweest. Hij heeft per positie gezegd wat hij ervan vond. Wat vond hij van jou? Beter moest. Nee, maar ja, wat vond hij ervan? Nou, hij zei bijvoorbeeld, weet je, spits, met name doelde die op Verheid. Van hebben we een van de beste van de KKD. Hij zegt, we hebben prima buitenspelers. Weet je, dus hij ging positie af. En toen kwam hij achter, zei hij, achterin moet beter. Dus die jongens stonden gelijk op scherp. Ja. En hij is gewoon begonnen bij de basis. Hij zorgde eerst dat het verdedigend goed stond. Dus de eerste twee weken dacht ik wel bij mezelf van poef. Als dit de trainingen worden, dan wordt het wel heel saai. Taai en saai, want het was best pittig. Nee. Maar vaak gewoon hameren op hetzelfde. Dus we deden heel veel 11 tegen 11. En dan een verdedigende organisatie. En dan heel veel roleren qua hesjes. Jongens op meerdere posities uitproberen. Nee. Dus eerst lag voor mijn gevoel de focus meer op niet meer verliezen. Ja. Punten sprokkelen. Wij speelden OS. Zakten we in thuis. Nee. Tegen top OS, met alle respect. Ja. Zakten we in tot de middenlijn. Dus toen een paar dagen daarna ben ik bij mijn kamertje binnengelopen. Want ik speelde die wedstrijd. En ik werd gewisseld na 60 minuten. Overigens terecht, hoor, daar niet van. Maar ik had gewoon het gevoel dat ik een hele ondankbare taak had. Dus daarover zitten sparren met hem. Nou, dat vond hij volgens mij wel mooi. Ja. Dat je zomaar binnenliep. Ja, dat ik gewoon zei van ja, het zit me echt dwars. Meestal na een wedstrijd, weet je, als je die verliest, nou oké, daar heb je 2 dagen last van. Ja. En deze speelden we gelijk. En 4 dagen later had ik nog steeds zoiets van, jezus, hoe kan dat, man? Ja. Dus we hadden ook bijna geen schoot op goal. Dus toen met hem gespart daarover. En toen zei hij ook van, ja, weet je, ik wil gewoon eerst dat dit goed gaat staan. Dat we in ieder geval niet verliezen. Ja. En dan wil ik uitbreiden naar het wat hoger druk zetten. En toen zijn we dat ook gaan doen. En toen zijn we een beetje punten gaan pakken. Dordrecht, weet je, dat ging wat moeizaam. Toen MVV ging goed. Utrecht weer. En nu beginnen we, voor mijn gevoel, staat het verdedigend nu gewoon goed. En gaan we steeds meer uitbreiden van, oké, verdedigend staat het goed. Hoe gaan we nu ook nog eens af en toe wedstrijden ombuigen? Ja. Weet je wel, naar ons toe trekken, hoor, en vervolgens volwassen uitspelen. En nu is het gewoon, nou, hoe gaan we wedstrijden winnen? Ja. Nu is het niet meer, oké, gelijk spelen, we hebben niet verloren. Als je nu gelijk speelt, is het van, we hadden moeten winnen. Ja. Dus daarin is een beetje die omslag gekomen. Ja, zo mooi. Gewoon puur duidelijkheid eigenlijk. Ja, ja, en gewoon terug beginnen bij de basis. Maar wat was het dan? Kijk, ik bedoel, we hoeven Kuyt niet af te gaan fikken. Ja. Maar wat was dan anders? Wilde. Tenminste, ik spreek even voor mezelf. Ik had wel altijd het gevoel dat Dirk Kuyt ook graag een trainer wilde zijn. He, die met een visie en doen. En dacht hij te moeilijk misschien? Poeh, dat is een goede vraag, man. Nou ja, ik denk dat Kuyt op een gegeven moment wel zoekende was. Kijk, ik denk als je kwalitatief kijkt naar het elftal, ook dat bij ons aan het begin van het seizoen speelde. Zou denk ik bijna elke trainer denken van, nou, met deze 11 moet ik zeker aanspraak kunnen doen op de bovenste 5 plekken, minimaal. Ja, en als dat niet loopt, ja, wat dan? Dat lijkt me, mij lijkt het ook best wel lastig als je gewoon puur kijkt naar spelers en je ziet van, oké, we hebben de kwaliteit, maar op de een of andere manier komt het er niet uit. Maar ik weet niet wat het is, misschien is het ook gewoon een stukje gevoel. Hè? Ik denk ook dat het iets met de groep doet op het moment dat er ineens een andere trainer voor de groep staat. En dan hebben we het ook nog eens niet over de minste. Natuurlijk. Nee, daarom. Maakt het ook dus echt wel. Ja, zeker ook op de jonge indruk, jongens. Weet je. We hebben ook af en toe dat we het over hem hebben of zo. En dat we gewoon zeggen. Ja. Boy, is gewoon Nederland zelf. Ja. 2004. Ja, en weet je, dan hebben we het erover. Ja. Dus ja, het imponeert wel. En het feit, weet je, hij is 75. Ja. Hij hoeft het niet te doen. Hij doet het gewoon puur omdat hij... Liefde voor de club. Liefde voor de club, maar ook liefde voor het spelletje. Want de man, je zou niet zeggen dat hij 75 is. Is het nog vol energie? Ja, jawel. Ook als ik hem af en toe langs de zijlijn zie. Ja, ik zat op de bank tegen was het Utrecht? Ja. En dan zat ik een paar keer op hem te letten. En hij kon zich nog zo opwinden en tekeer gaan tegen de vierde official. Ja. Of af en toe, weet je, Maar zo staan naar spelers. Van dat genieten ook alle supporters genieten ook daarvan. En dan staan we zo midden Noord en dan zie je me ineens druk doen. Weet je, iedereen ook te lachen erop. Van, weet je, kijk die dikkie weer gaan. Het is wel kikkel, hoor. Maar Joop, die heeft natuurlijk ook wel eens over het feit dat de cirkel is rond nu voor Dick. Als trainer van ADO. Merk je daar wat van? Dat het nu lijkt alsof hij eindelijk op die plek zit? Of dat het brengt dat iets extra's, denk je, nog voor hem? Nou, ik weet wel, dat maak je op uit interviews en hoe graag die eigenlijk er wat van wilt maken dit seizoen, is dat hij wel echt een bepaald gevoel heeft bij deze club. Het is niet dat hij gewoon even bij deze club komt, even zijn zakken vult en denkt van, ja,
Ik kijk maar even. Hè. Ik bedoel, hij doet het sowieso voor de appel en ei. Dus dan moet er sowieso een bepaalde mate van sentiment in zitten. Maar dat merk je wel. Heb je niet het gevoel dat als hij morgen bondscoach van Tuvalu kan worden, dat hij dan... Nee, nu niet. Ja, weet je, dat leeft toch een beetje aan hem. Dat hij dit ziet als kers op de taart van... Echt het einde. Gewoon. Als hij dadelijk met ons promoveert. Dan zegt hij, mannen, ja, dat was hem. Rijdt hij weg in zijn dikke BMW. Je hebt die mooie richting bak? De horizon. Ja, ja? Ja, ik heb hem natuurlijk wel eens verweten. Hè. Weet je, Dick Advocaat, zijn Haagse held, staat weg op een voetstuk. Maar weet je, 10 jaar geleden had hij waarschijnlijk ook de kans gehad om gewoon bij ADO trainer te worden. Weet je. En toen was hij ook adviseur bij ADO. Dat hoor je dan. Weet je, en dan drinkt hij 2 keer een bakje koffie. En toen stond België op de stoep. En toen was hij bij België. Was altijd alweer gelijk wieberen. Ja. Maar dus toen had ik zoiets van, ja oké, okay, nu is hij 75 en dan stapt hij nu wel in. Helemaal op het einde had ik een beetje. Hè? Maar nu ik hem dan zo bezig zie, ja, dan word je wel als supporter word je ook sentimenteel van. Ja. Gewoon prachtig. Hij vindt ook veel passie. Hij zit vol passie. En ik denk ook wel dat hij dat weet over te brengen op de groep. Ja. En vooral de eerste paar weken, weet je hoe eerlijk die af en toe kon zijn tegen de jongens. En de dingen ja, maar, die ja, maar, ja, maar vertel de eens die wat. Hij zegt in de besprekingen, wat weet je. Ja, dan zegt hij bijvoorbeeld tegen een speler, zonder namen te noemen, zegt hij van, gewoon in de bespreking waar iedereen bij zit. Zegt hij, ja, ik heb je ook zien voetballen. Toen vond ik je wel goed. Ja, en als je zo doorgaat, dan speel je over 2 jaar, speel je hier. Ja. Je kan hem ook echt wel een beetje nadoen, hoor. Wat zei hij? Bijvoorbeeld, ik vroeg aan hem na zijn tijd in Rusland. Ja. Hoe hem dat was bevallen bij Sint-Petersburg. En dat ik vroeger vooral in mijn jonge... 20e jaren dat ik het best wel zag zitten om naar Rusland te gaan om daar te voetballen, weet je wel, ik daar ben geboren, dus ik vroeg hem daarna. Nu ook? Laat hem even vertellen. Nu wat minder. Nu heb je niet. Laat hem even vertellen. Toen hadden we het erover en toen mentionde ik van ja, ik ben half Russisch. Ja. Ik ben half Russisch en toen hadden we het erover, zei hij, ja, nou, als je goed je best doet, misschien kan je nog die kant op. En toen zei hij, en als je dat niet doet, ga je naar Siberië. En toen hadden we een afwek voor. Maar toen schoot ik een bal, een volley van 8 meter of zo, schoot ik keihard over. Ja. En toen hoorde ik hem roepen, Siberië! Ja, weet je, dat soort dingen. Dat is wel mooi. Het was ook mooi, hè? Toen jij net bij ADO speelde. Ook een van jouw eerste wedstrijden. Toen schoot je ook een bal naast. Hè? Ja. Meerdere supporters zo naar me kijken. Zo. Het is niet goed, hè? Ze deden net alsof ik jou naar ADO had gehaald. Dat was ook goed. Hé hey mensen, we gaan eventjes door naar... Ik zat met zoveel vraagtekens. Alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. Want we zitten een beetje in een tijdslot. Even voor de duidelijkheid, mensen. Het is maandagavond dat we dit opnemen. Maar we gaan eerst naar de mystery guest. Pak jullie vragen erbij. Ja. Voor de mensen thuis. We gaan natuurlijk iemand bellen. En Mario en Joop gaan ons de beurt een vraag stellen om de identiteit te achterhalen. Is hij er klaar voor? Dan gaan we meteen bellen. Lekker, man. Altijd spannend dit, hè? Je merkt het, hè, die opbouw. Hallo? Hey, goeie avond, mystery guest van onze podcast. Goedenavond. Ik zit hier samen met Jopie Buit en Mario Bilate. En zij gaan u om de beurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u daar klaar voor? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Wie gaat beginnen, Jopie? Ik ga beginnen. Hallo, mystery guest. Hallo. Hi. Voor welke club debuteerde je in het betaalde voetbal? HFC Haarlem. HFC Haarlem? Ja. Oké. Okay. Failliet gegaan. Okay. Dan moet je een kenner zijn om die nog te kennen, hoor. Ja. Mystery guest. Ja. Ja. Waar heb je er meer van? Haren of gele kaarten? Gelukkig heb ik genoeg haren, man. Ja? Oké, genoeg haren. Ja, ik zit een beetje... Oké, Haarlem. Een man met een lekkere haardos. Mm-hmm. Ruud Gullet. wat is de beste speler waarmee je gespeeld hebt? Speler. Oh, ik weet het. Ja? Ah ja, Mario wordt het daarna. lastig, man. Ja? Maar wat? Echt een goede speler met wie je hebt gespeeld. Lars Oenestal. Keeper. Ja, ik weet wie het is. Ja, even testen. Maar oké, mystery guest. Wat is de beste en de slechtste trainer waarmee je gewerkt hebt? Je hoeft niet te zeggen wie is. Maurice Stijn. Ja.
En Robert Maaskant. En Robert Maaskant. Ik ben benieuwd welke wie. Ja. Ja, je bent... Bij welke clubs heb je de aanvoerdersband gedragen? Ja, dat wordt wel heel makkelijk. VVV, Dordrecht, ja. Almere. Ik weet het ook wel. Nog meer? Ja, dat was het. Echt, ja. Een leider, hè? Een leider in het veld. Ja, echt, ja. Eigenlijk daarom zeg ik, nu wordt het wel heel makkelijk. Ja. Echt, Overal krijg ik die band maar. Ja. Je wil het eigenlijk niet. Je wil het niet, je bent een hele bescheiden man. Maar ja. Weer aanvoeren, ja, verdomme. Nee, dat noemen ze geboren leiderschap. Ja. Kijk. Heb je daar ook ooit een cursus voor gevolgd? Of... Ja, met nog zo'n heel slim iemand. Ik wist ook helemaal net die podcast deed. Overal kijkt hij op die vent. Dit is echt een lastpost, deze. Ja, ja. Mystery guest, je moeder en broer hebben een café. Welke ex-ploeggenoot zou je daar zeker uitnodigen? Ex-ploeggenoot. Als wat? Aan de bar of achter de bar? Nou, laten we zeggen aan de bar. Weet je, momenteel zou ik het wel leuk vinden om Ralf Seuntjes een keer aan de bar te hebben zien. Kijk, mooi. De Seun. Ja, weet je, Mario gooit er maar in. Aan jou de eer. Dit is Danny Post. Ja. Ja. Lekker hoor. De geboren leider. Hoe snel je het door had, Mario? Wat zeg je? Wanneer dat je denkt van ja, dit is Danny. Even kijken. Hij zei iets waardoor ik dacht, dit is Danny. Ja, ik herkende het gewoon aan zijn stem. En toen ik de vraag vroeg van... was de beste en de slechtste trainer waarmee je gewerkt hebt. Toen keek ik naar Joop en toen fluisterde ik Maurice. De slechtste moest ik snel nadenken, want voordat ik straks weer een boze appie krijg of zo. Ja. Maar, Robert Maaskant luistert niet. Nee, dus. Nou, geloof me, die luistert alles. Hey, maar jij kent maar, jullie zijn samen op cursus geweest. Ja, op leiderschapscursus. Ja. Ben jij niet geslaagd? Nee, we kregen een. Hoe noem je het eigenlijk, Danny? Een traject of zo? Via de VVCS? Nee, het was een soort van een pilot. Gewoon iets van ze ons dan echt. Bepaalde aanvoerders uit de Eredivisie en KKD gevraagd. En Mario. En Mario, ik snap ook niet helemaal wat Mario daar deed, maar volgens mij was het een beetje... Voor de sfeer. Ja, en de diversiteit. Dat is ook belangrijk tegenwoordig, toch? Ja, dat denk ik wel, maar ik zeg het niet. Nee, maar het was leuk. Het was ook wel leerzaam, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, ik weet nou niet of ze daar echt mee doorgaan of in ieder geval, ik ben blij dat we het wel gedaan hebben. Ja. Maar wat je ermee, het is ook niet iets wat je kan vertellen dat je een leiderschap. We hebben wel echt een leiderschapcursus gedaan. Ja. Je staat wel een beetje voor lul als je het zo vertelt, ja. Ja, helemaal. Als je altijd zeg maar de aanvoerder bent, weet je, dan denk je toch van, dat moet. Maar het was best leerzaam, moet ik eerlijk zeggen. En van wie kreeg je dat dan? Hans van Breukelen of zo? Zie ik dat voor me? Nee. Ja, nee, Paul van Zwam volgens mij. Maar ze geven wel echt daar, weet je wel, echt een cursus. Dit was ook wel echt een cursus, maar gewoon echt opleidingen. Ja. Dus dit was wel een beetje hetzelfde idee. Volgens mij heb jij ook die opleiding gedaan, toch Mario? Of een opleiding? Ja, doe ik nog steeds. Ja. Dus dat idee een beetje. Maar het is altijd goed om jezelf te ontwikkelen. Tuurlijk. Zeker. Hey, maar je bent geblesseerd, hè, Danny, momenteel. Ja, het is weer niet mijn beste seizoen, moet ik eerlijk toegeven. Tenminste, qua blessure, steeds te kwakkelen en zo. Dus was eigenlijk al toen we die cursus ook deden. Ik ben weer op de weg terug, maar eigenlijk een heel vervelend jaar wat dat betreft. Oké. Hoe lang gaat het nog duren dan, Danny? Hoe lang gaat het nog duren dan? Het is steeds eigenlijk dat als ik weer aansluit, ik toch weer niet 100% fit ben. Ja. Dus als je zeg maar echt een langere periode eruit bent zoals ik nu, dan die belastbaarheid zeg maar en het team zit zeg maar op een bepaald trainingsniveau, dus eigenlijk dat aansluiten, dat is gewoon, ik kom eraan, maar ik ben er gewoon nog niet om volledig wedstrijd te gaan spelen. Okay. Maar ik ga zeker nog minuten maken dit jaar, dat kan ik jullie beloven. Okay. Mooi. Hey, maar je zegt net dat jij was aanvoerder bij Dordt. Heb jij Tim Reserveur daarin nog geadviseerd om die stap te maken? Ja, zeker. Ik was natuurlijk carpoolmaatje van Tim tot 2 of 3 weken geleden nog. Ja. Dus ik heb hem daar wel in geadviseerd om... dat was voor mij, hoe oud was ik? Denk 22. 2 leuke jaren daar gehad. En Tim, ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan. Gewoon weer lekker voetballen. Hij is nog te jong, zeg maar, om niet te spelen. Dus dat heb ik wel meegegeven.
Okay. Hey. Volgens mij vindt hij het ook wel, als je speelt, dat is toch het belangrijkste. Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut. Nee. Ik heb hem daar zeker wel een beetje naartoe geduwd. Ja. Ja, ik zit een beetje na te denken, want je hebt natuurlijk een hele mooie haardos. Welke gel gebruik je? Nou, het ging meer om die kaart. Kijk, ik heb natuurlijk wel vrij veel kaarten, dacht ik. Maar ik dacht, als ik wat minder haar had gehad, had ik waarschijnlijk kaarten gezet. Ja, maar ik gebruik van alles eigenlijk. Gewoon lekker. Alles wat voorhanden is. Vaak wat in de aanbieding is. Ja, gewoon die gore gele pot, weet je, van de kruidvat. Die kennen we wel. Dat noemden wij vroeger altijd, Dirk Kuitgel. Ja, serieus. Maar met zo'n achternaam, ja, dan moeten kaarten natuurlijk ook wel. Tuurlijk. Postbode. Maar Danny, als Almere gaat natuurlijk wel lekker. Is er nog wel plaats voor jou in het elftal? Nou ja, dat hoop ik wel. Kijk, ik ben er nou al een hele tijd uit. Alleen, ze doen het ook goed zonder mij. Alleen, ik denk wel dat ik met dat beetje extra misschien, zeker tegen het einde, toch vaker nog misschien play-offs gespeeld en... toch een stukje leiderschap, weet je, komt toch die cursus misschien van pas. En nee, natuurlijk ga je daar wel rondspelen. Alleen ja, het is wel gewoon een gegeven dat het duurt nog wel even voordat ik überhaupt 90 minuten zou kunnen spelen. Ja. Dus. Ik denk ook als je een wedstrijd nog op slot wilt gooien of een voorsprong vast wil houden. En je hebt hem erbij, dan ook toen tegen ons, toen jij erin kwam. Ja. Jullie gingen ook iets anders spelen, maar je merkt gelijk dat er veel meer controle is bij de tegenstander. Ja. Dankjewel Mario. Het is gewoon ervaring, hè Danny? Kan je nog heel even doorgaan? Kan jij ook iets positiefs over Mario zeggen? Ja, Mario heeft ook een beetje gekwakkeld een tijd natuurlijk met blessures. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk ook een beetje onze leeftijd op een gegeven moment. Ja. Dus volgens mij ben je wel iets jonger dan ik nog. Ja. Maar Mario ook lastig, sterke spits altijd. Ja. Ik heb hem ook niet graag tegen me. Mario, mooie woorden, hè Mario? Ja, Mario pinkt nu even een traantje. Ja. Nou ja, ik zeg het dat hoor je ook niet vaak, hè? Zulke dingen. Nee. Maar, complimenten over elkaar. Ja. Nee, ik voel een beetje openheid in deze staan hier aan de tafel. Bromance is ja. Ja, zeker. Hey, want waar zit die kroeg dan van jouw familie? Op de Prinsengracht. Prinsengracht in Amsterdam. Bruine paard, toch? Ja, zeg maar het bruine paard, ja. Oké, lekker. En is het een beetje bruin? Is het gewoon een bruine kroeg? Nee. Ja. Gezellig. Wat dacht je met die naam? Nou ja, weet ik veel. Misschien is het een beetje een hippe toko, maar het is gewoon een gezellige bruine kroeg. Het is echt een bruin café. Het is wel helemaal vernieuwd, zeg maar. Een paar jaar geleden, voor de corona, was het echt een oud bruin café. En nu is het helemaal, heeft een aardig fris tintje nu. Lekker, dus, man. Dus ik zou je graag uit willen. Ja, dan kom ik ook zeker. Er komen ook een beetje Nederlandstalige zangertjes of zo. Ja, natuurlijk. Voor jou zeker. Ah, goed, man. Ja, dan kom ik zeker. Ja, toch? Wij komen een keertje langs. Danny, dankjewel dat je de mystery guest wilde zijn. Groetjes van Mario. Groetjes. Is goed. En fijne avond nog, hè. Yo, Danny. Oké. Hoi. Ja, man, Danny Post, die hoorde het al aan zijn Amsterdamse accent, hè, op een gegeven moment. Ja, en toen hij zei Haarlem, dacht ik, oh, wacht even. Ja. Dat kunnen er niet veel zijn. Dus hij loopt al lang mee en toen hoorde ik zijn accent. Maar hoe oud is Danny dan? Danny is 36 of zo, 35. Ja. Zo oud. Maar hij is een goede middenvelder, toch? Nee, trouwens. Dat is ook wel... Hij is toch wel jonger, hij is 233, denk ik. 33 nee, joh, 33? Ja, 7 april is hij jarig. Ah, dat valt nog wel mee. Hij wordt 7 april 33. Oh, hij 34. Wordt 34. Ja. Oh, okay. En waar ben jij? 31. Okay. Ja, dan ben je gewoon de jongste hier. Van ons drie. Maar het is wel een goede middenveld hoor, Danny Post. Zeker. Een goede speler. Zeker. Ja. En ik, toevallig had ik het voor de show, toen jij er nog niet was, had ik ook even een veer in je reet gedaan. Want als Mario Bilate erin komt, er komt ook wel echt een vent op het veld, vind ik altijd. Weet je? Ja, dat vind ik wel lekker om te zien. Dan denk ik, ja, kijk, er komt nog gewoon een vent erin. Ja, er komt gewoon een beuker erin. Maar dat heb ik ook met Danny Post. Dus ook een lange gozer, wel zijn postuur hebt hij mee. Ja. Staat ook wel iemand. Ja. Toch? Nee, ik wil wel lekker wat uitstralen. Ik hou er wel van. Absoluut. We gaan even door naar Heracles tegen Willem II. Want Pek die verloor natuurlijk. Heracles loopt ook averij op. Die twee stonden bovenaan. Moeten zij zich nog zorgen gaan maken? Nou, Zwolle wel een beetje voor dat Almere misschien, hè? Ja, het gat is wel vrij groot natuurlijk. Nee, ik bedoel Heracles. Hoe staan ze nu voor? Ja, Heracles staat er alsnog 8 voor op Almere. Maar paar weken geleden dachten wij nog inderdaad dacht van... Ik, het is klaar nu, dacht ik een paar weken geleden. Maar ze verliezen af en toe wat puntjes. Ik zie eerder Heracles nog een sterke reeks neerzetten dan Almere. Ja? Puur door de ervaring die ze in de ploeg hebben... En een aantal jongens waarvan ik zeg, die kunnen de wedstrijd nog echt puur op individuele kwaliteit beslissen. Ja. En Almere heeft dat gewoon iets minder.
Nou, onderschat Jochem Ritmeester van de Kampen. Ja, ja. Hey, Roekoe. Roekoe, Duivensteintje. Duivensteintje. Duivensteintje, ja, maar dat is ja. Goeie speler, maar dat is niet een speler die misschien in dit soort fases van een competitie ergens vooralsnog niet garant staat voor. Ik wil niet zeggen succes, maar die nog niet vaak in deze positie heeft gezeten natuurlijk. Dus jij denkt dat het wel een beetje dat het gespeeld zo, is? Niet superveel voorstelt of zo. Maar hiervoor zat hij natuurlijk bij Helmond, toch? Ja, klopt. Ja, toen klopt. Eindigde ze elk jaar stijf onderaan. Wat vind jij van het project Helmond? Ja, de Galactico's van en de KKD. Hebben ze jou niet benaderd? Nee, maar volgens mij hebben ze daar wel een beetje het gevoel gehad van we hebben nu een zak geld. Ja. Dus we gaan dit wel even flikken met een paar aankopen. Ja, dat is niet gelukt. Maar er is natuurlijk veel meer voor nodig dan alleen dat. Ja, een trainer met een cowboyhoed op. Dat zeg ik. Of een TV9-muts. Ja, TV9-muts. Ja. Ja, nee, maar ze zullen toch wat meer... ik denk een mix van jong talent, maar natuurlijk ook ervaring. Dus ze hebben wel wat ervaren spelers. En dan denk ik aan Tommy en Peter van Ooyen bijvoorbeeld. Maar ik zit even te denken... Liefdink. Ja. Maar hebben ze verder echt... Van der Meer is op zich ook wel ervaren. Robin van der Meer. Averkotten. Die lange achterin. Ja. Averkotten, ja. 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 Als je het zo hoort, denk je bij jezelf van nou... Ja, er staat best qua naam staat er best wel een team. Staat er nog redelijk, het komt er echt niet uit. Ploeg, ja. Ja, want wij dachten echt in het begin van het seizoen, wij moeten op hun gaan letten. Want daar gaat wat gebeuren. Ja, daar, de Galactico's. Daar gaat het gebeuren. Ja, het gebeurde niet. Ja, nee, maar goed, het is ook een project. Hè. Het is natuurlijk niet iets wat in één jaar meteen bewerkstelligd kan worden, denk ik. Die ambities. Dus dat zal gewoon een wat langer proces worden, denk ik. Maar een lekkere start zou nice zijn. Niet 18e staan, toch? Ongelooflijk. Dus er is wel wat meer voor nodig dan dit, ja. Maar ook gewoon zolder, weet je. Wat ik wel echt knap vind, weet je. Dat ook van Heracles vind ik het ook wel, weet je. Degraderen. Vaak hebben die clubs het super moeilijk in de KKD. Ja, dus ze gaan gewoon... Ja, ik denk ook dat die twee clubs ook wel gewoon weer gelijk terugpromoveren. Wat vaak bij die clubs is dat ze door financiële noodzaak gewoon van bepaalde spelers af moeten. En daarmee meteen ook kwaliteit in leggen. Ja. En volgens mij heeft Heracles dat amper hoeven doen. De meeste jongens die er in de Eredivisie bij zaten. Weet je, de Hansson die zat er vorig jaar. Armenteros zat er vorig jaar. Die andere spits. Is dat Turkse jongen? Ja, weet Bakkers. Ik niet. Nee, maar die is weg. Oh, die is inmiddels weg? Ja, die is weg. Oh, gewoon een aantal spelers die er nu nog bij zitten. En daarbij nog gewoon wat kwaliteit gehad. Waarvan ik zeg, nou ja, dan heb je een minder groot gat om op te vullen, zeg maar. Dat scheelt dan ook. Ja. Nee, dat is zeker waar. We gaan door naar het ene leukste onderdeeltje. Nog wel eventjes persvoorlichter van Helmond Sport, Jeroen. Of je Mart even wilt terugbellen. Ja? Ja, dat zet Mart net in de draaiboek. ik denk om Bob Peters te bellen een keer. Denk ik. Ja, we moeten toch langs, jongens. We moeten zeker. Even Bob Peters toch even soorten met van makeover. Zeker. Gewoon even zeker. Een makeovertje. Zeker. En... Dat moet ik doen. Je ziet het ook aan. Ja. Het is 1-0 uitstraling. Zeg je fashion, zeg je Joop Buiten. Ja, hè. Godverdomme. De normale manstaal. Zeker weten. Dan kom ik aan met koude hoed natuurlijk. Juist. Maar we gaan door. Naar? Het voetbalculture museumpje. Oké. Okay. De grote vrienden van voetbalculture, die hebben een heel gek kunstproject neergezet. Zonder subsidie, moet ik erbij zeggen. Okay. Eigen makelaardij. Okay. Eigen portemonnee getrokken. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben reviews van amateurclubs hebben ze gebundeld en in een prachtig boekje bij elkaar gezet. En ik heb al een aantal bladzijden. Oeh, dat is leuk. Hier bij me. Dus ik ga het even voordragen. Nou, ik ben hebben we een kleine. Dan weten we een beetje. En de bundel heet? Poepclub. Kijk. Dat is al goed, hè? De bundel heet Poepclub. Ja, wij zijn kunstenaars hier, Mario. Ja, ik hoor het. Maar hier komt hij. Voetbalculture uit de bundel Poepclub. Voetbalclub Zoetermeer. 1 ster. Super slecht, FC Zoetermeer. Het bestuur is nog slechter. Je wordt daar beroofd en de training is zo slecht. En het eten is niet te eten. En de wc stinkt super erg. Allemaal uitroeptekens. CVV de Jodan Boys. 1 ster. Ze zijn kapot slecht. PVCV Vleuten. 1 ster. Vervelende entree. Draaipoort en je mag nergens roken. Dus dit was mijn laatste bezoekje hier. Dat was ik, denk ik. Alcohol is ook slecht. Maar dat mag wel, want daar verdienen jullie lekker aan, hè?
Als jullie een goed voorbeeld willen geven door roken op het terrein te verbieden, dan moet je ook alle chips, snoep, limonade, patat, snacks niet toestaan. Want ook daarvan weten wij dat het slecht is. PVCV. Nou, dat soort dingetjes. We gaan nog even door, hoor. Zeker. HSV de Zuidvogels. Jullie raden het al. 1 ster. Uithuizen. Uithuizen, ja. Altijd herres bij deze club. Van blinde senielen tot partijdige scheidsrechter. Altijd is het raak. FC De Bilt uit De Bilt. 1 ster. FC De Bilt is echt slecht. Ze sturen, je moet nog betalen. Allemaal schrijffouten trouwens. Wacht even. FC Bilt is echt slecht. Ze sturen, je moet nog betalen. Terwijl mijn zoontje al bijna 1 jaar er vanaf is. Nu kan mijn zoontje niet meer bij andere clubs spelen. Echt slecht. Dat klopt, ja. Dat is niet dat is goed. 1 ster waard. Ja. Sportvereniging Helios. Open vlakte met veel wind. Voelt aan als een Pools verlaten winkelcentrum. Ja, oké. Okay. We hebben er nog een paar. Hey, doe er nog even eentje. VV Heerenveen. Daar wil niet te vaak zijn. Totaal geen zweer met een Z. Z-W-E-E-R. Alphen Boys. 1 ster. Is geen vereniging, maar een verdelliging. Zeer triest. Een? Verdelliging staat daar. Ik weet niet wat het is. Oké. Okay. Sporting Leiden. 1 ster. Wat een miserig clubje zielige en onsportieve mensen. Nou ja. Oké, okay, de laatste. Nee, die had ik al. Sorry. Ja. RK, voetbalvereniging Keldonk. 1 ster. Onsportieve club. Rukken de bal uit de handen van kinderen. Ja, dat is onsportief. Ja, dat mag niet. Ja, dit is gewoon een heel gek kunstproject van voetbalculture. Dus ja, wil je deze bundel kopen? Ga dan naar www.voetbalculture.com en ja, kopen die hap. Ja, juist. Toch? Kan jou het schelen. Juist. En we zetten ook nog even een linkje in de beschrijving. Ja, toch. Prachtig. Ja, poepclub. Mooi toch? Ik ga hem wel kopen. Ik hou er wel van. Ja, poepclub. Ga je hem lezen? Nee. Okay. Nee. Dan gaan we even verder naar de randzaken. Ja, want man. Er werd iemand voor de 2e keer het seizoen gepasseerd. Hiltemannetje. Hiltemannetje? Ja, maar hij zat wel bij de voetbalkantine. Nou, heb gelijk. En had hij nog wat? Ik heb niet gekeken. Nee, ik ook niet. Ja, maar jij kent hem, hè, Hiltemannetje? Ja. Ja. Jij hebt samen gespeeld met hem bij NAC. Wat vind je ervan dat hij het zo goed doet? Nou ja, want bij NAC had hij natuurlijk een slechte periode. Hij doet het goed. Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ook altijd wel fijn voor een spits als je in een elftal zit dat goed draait. Ik denk ook wel dat bij vorig jaar bij NAC, ik moet heel eerlijk zijn, ik vind dat Edwin de Graaf het heel goed heeft gedaan door play-offs te halen met de ploeg die we vorig jaar hadden staan. Ja. Dus nou ja, dat sowieso. Maar heel eerlijk gezegd, ja, wat ik van Jared heb gezien bij NAC, daar was ik niet zo van onder de indruk. Dus als ik gewoon eerlijk ben, dat, dat hij luistert, hè? Dat weet hij ook. Dus ja, hij doet het goed bij Almere. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Die had je niet aanzien komen. Nee, heel eerlijk gezegd niet. Nee. Maar het is hem gegund. Ja, toch? Want hij is natuurlijk een beetje op een rare manier weggegaan natuurlijk. Hè? Dat juichen toen bij Emme op het podium. Ja. Ja, want wat? Zou jij dat doen jij als teamgenoot? Nee. Ik vond het, dat hij weet hoe ik erover denk. Want we hebben het na de wedstrijd, toen we daar speelden met Arme, ja. Hebben we het er nog heel kort over gehad. En wat zei hij dan? Ja, ik vind gewoon dat je het niet kan maken. Weet je, op dat moment was hij werknemer van NAC. Wij waren met NAC ergens mee bezig. We waren aan het jagen op nog een plekje voor de play-offs. En voor mijn gevoel was het voor hem, ik denk dat hij een beetje, misschien miste hij Emmen ergens. En misschien had hij spijt van zijn overstap. Tenminste, ik weet dat hij spijt had van die overstap. Ja. En dat hij ergens misschien bij zichzelf dacht van ja, shit. Ik wil eigenlijk, als ik nog enige kans heb om terug te gaan naar Emmen, dan moet ik misschien mijn gezicht laten zien. En ergens denk ik ook gewoon dat het een stukje lompigheid, dommigheid is geweest van zijn kant. Nou, zou hij geen drank hierop hebben gehad? Nou, dat hoop ik wel. Zeker. Ja. Ja. Het lijkt me niet iemand die zegt, doe maar een watertje. Nee. Maar heeft u er spijt van gehad? Zeg maar echt spijt. Hè? Niet voor de bühne spijt, maar gewoon even kwam echt. Volgens mij de dag erna kwam hij, laat ik het zo zeggen, ik word wakker. Maar dat hij wel een hoerie op de club denkt. Maar ik word wakker en ik kijk op mijn telefoon. Ik denk, wat is dit nou, joh? Dus ik ga kijken, ik zie allemaal filmpjes en ik zie Jared en ik denk bij mezelf, dit kan toch niet? En volgens mij was het de dag daarna of 2 dagen daarna. Toen wisten wij dus dat de trainer en volgens mij was het Erik Hellemons destijds, die hadden een gesprek gevoerd
met met elkaar. En die waren het erover eens van, nou, we moeten zo snel mogelijk met hem in gesprek. Ja. En ja, hij zal de komende tijd in ieder geval niet bij de groep kunnen trainen. Want wij waren er ook niet zo blij mee. En in eerste instantie kwam die lachend binnen in spelershome. En toen iedereen zei, ja boys, ja, dom, hè, ja. dom. Ja. Ja, en toen kwam die bij mij. En ik zat met Moreno, Rutte, zaten aan tafel. En toen keken we hem aan. Ja, hij kwam boks geven. En het eerste wat wij zeiden was, wat ben jij allemaal aan het doen, jongen? Ja. En nog een paar dingen erachteraan. En toen, toen zei hij van, ja boys, is dom geweest. En toen hebben we het erover gehad. En toen wilde hij zich in eerste instantie gaan omkleden. En toen zeiden wij van, nou, ik denk dat je beter eerst naar boven kan gaan. Voordat je je omkleedt. Maar waarom was dat dan? Was dat dan omdat hij niet wist wat hij moest doen? Of dacht hij gewoon, ik ga me gewoon op het veld melden? Ja, volgens mij en dan... zag hij er eerst niet in eerste instantie niet zo van in, zeg maar. Totdat wij hem eigenlijk erop aanspraken. En eigenlijk zeiden van, ja, wat je hebt gedaan kan echt niet. En toen, wat ik zeg, hij wilde zich omkleden. En toen zeiden wij van, nou, als ik jou was, zou ik gewoon gelijk naar boven gaan. Mm-hmm. Ja. En gewoon gelijk, weet je, gaan zitten en zeggen van, hey jongens, ja, ik ben niet zo slim gebeurd. Geweest. En ja. Weet je, het is gebeurd. En, beetje hand in eigen boezem. Ja, hand in eigen boezem steken. Maar goed, volgens mij hebben ze dat gesprek gevoerd. Waren ze er van tevoren al uit dat hij niet zou gaan trainen die dag. Dus hij is toen, volgens mij voor 2 weken of zo, hebben ze tegen hem gezegd even niet meer te komen. En toen naderden we playoffs. En toen raakte Bannis geblesseerd. Dus toen was ik eigenlijk nog de enige fitte spits die over was. Dus toen hadden we het in de groep nog over van, ja, stel je voor, trainer zegt, boys, wat doen we? Willen we hem terug, ja of nee? Maar ik denk dat de schade al, dat er al te veel schade was aangericht. Weet je, ook de supporters en zo, die zaten er volgens mij echt niet meer op te wachten. Dus, we kunnen Ferry even vragen. Ferry is nogal over uitgesproken. Wat weet je Ferry erover, denk ik. Maar bij jullie binnen in zo'n selectie dan, gaat dat dan nog... Nou, het was meer van, ik persoonlijk had het gevoel dat het ook een beetje een... Hij had het niet gedaan als hij er bij ons 10 in had geschoten in het seizoen zelf. Nee, hij had dan niet naar zijn zin en hij wilde weg. Ja, ja kijk, weet je, we kunnen het er nog heel lang over hebben. Maar kijk, Jared die heeft zijn niveau gewoon niet gehad bij NAC. Ik heb hem zien voetballen bij Jong Utrecht. En toen vond ik het echt een sleurde. Iemand die, gewoon zo iemand waar verdedigers echt moe van worden. Ja. Weet je, dat ze denken, hij loopt op elke bal en hij blijft maar gaan. En weet je, het ziet er niet altijd heel mooi uit wat hij doet. Maar het is gewoon een hele vervelende spits om tegen te spelen. Weet ik, hè, door ook verdedigers bij ADO die ik heb gesproken. En die zeggen van, ja, die Hulteman die gaat gewoon altijd. Het is wel een buffeltje, zeg maar. Dus ik denk, als hij... wat ik zeg, als je het goed doet, dan kijk je minder naar wat je oude club doet. En ik denk dat het voor hem een beetje was van, ja, ik heb het hier misschien niet zo naar mijn zin. Of in ieder geval, het komt er nog niet uit. En daar gaat het goed. En ik snap dat je onderdeel bent geweest van het team. Mm-hmm. En misschien had ik het ook wel gedaan. Maar ik had gewoon gezegd, jongens, ik heb natuurlijk een mooie 6 maanden gehad en hartstikke bedankt. Mm-hmm. En ik zou achterin staan en vooral genieten van hoe die jongens het feestje vieren. Gewoon een biertje doen en een tijd naar huis. Maar ik vond het gewoon een beetje gênant. Die jongen stond op een gegeven moment met die microfoon. Ja, vooraan, hij stond vooraan. Okay, die, ik ben FCM met die te schreeuwen. Ja, okay. Maar dat was het mooiste, hard schreeuwen. En dan met het idee van, weet nog bijna die mic zo doen wat, naar het publiek. En die gaven allemaal gewoon... Ja, het was een beetje gênant. Ja, hij moet wel een paar glazen te veel op hebben. Ja, moet wel. Dat hoop ik in ieder geval. Jongens, we hebben nou 20 minuten over Hilterman gesproken. We gaan nou door naar de spits van VVV. Ja. Venema. Venemaatje. Fenomenema. Fenomenema. Daar heb je ook mee gevoetbald, hè? Ja, ja. Want ik wil het even over VVV hebben. Want VVV die blijft maar scoren in die laatste minuten. Deze week ook weer. Maar ja, maar we hadden het even voor de uitzending hadden we het over Venema. Jij had je ook niet verwacht, hè? Nou, kijk, bij Nick. ook op trainingen. Er zijn echt trainingen geweest dat ik naar hem keek en dat ik zei, Nick, ik denk dat jij een Mogol bent, man. Je had gewoon niets, maar dan ook niets. Een beetje ballen sprongen van zijn voet. En dan wilde hij een bal van 30 meter schieten. En die bal ging, die schoot hij ergens, schoot hij bijna 2 schapen mee dood, als het ware. En dan was er weer een training. En dan schoot hij van 40 meter, schoot hij een zwabbenbal in de kruising. En dan deelde hij een poortje uit en maakte hij een bal geweldig af. En dan gingen we een keer met z'n 2 afwerken. Zei ik, nou oké, allebei 10 ballen. Ja. En scoorde die er maar 1 en de andere 10, of de andere 9, die gingen niet eens op goal. Ja. Dat ik zei, Nick, kom op man, je hebt betaald voetbal. Ik had gewoon een bal op goal schieten. En dan deden we het de dag daarna en dan schoot hij de 6 in het winkelhaak. En dan won hij weer van me. En dat ik dacht van, ja, hoe kan je gisteren gewoon geen knikken raken en vandaag alles er gewoon onberispelijk inschieten. Ja, dus ja, Nick, ik zou altijd zeggen, je speelt een 3 of een 9. Ja. En dat was ook af en toe zo. Maar het is wel, weet je, ook een Venema. Het is echt een fenomeen. Ja, maar het is hij, overal waar hij komt, pikt hij toch altijd zijn goals mee. Ook bij NAC heeft hij er volgens mij nog best
aardig wat gemaakt. En je wist gewoon van, ja, het is gewoon, hij is gewoon op de brommer. Ja. En of je nou voor staat of achter staat. Dus bij ons speelde die dan niet heel veel op een gegeven moment. Viel die nog best vaak in. Maar was toch wel gewoon weer... Het is gewoon een speler met echt specifieke kwaliteiten. Hij heeft diepgang, hij is snel. En hij is gewoon ontzettend doelgericht. En omdat hij zo doelgericht is, ja... Soms denk je bij jezelf van, jezus man, een beetje rustig, bewaar die rust nou even. Maar soms, omdat die dat is, dan komt er uit het niets, komt er toch iets moois uit. Ja. Hey, en wanneer ben jij weer fit? Want je bent natuurlijk geblesseerd. Nou, ik denk dat ik ook wel anderhalve week zo weer alles mee dus kan dat doen. Is voor, tenminste, dat hoop ik. Dat is voor PSV uit, beker, kwartfinale. Ja, dat zou mooi zijn. Voor het eerst in 18 jaar, hè Mario? Ja. ADO Den Haag. Ja. Kicken, ja, zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Leuk affiche, dus ik hoop dat ik erbij ben. En anders, als ik wat meer tijd nodig heb, dan wordt het Heracles. Ja, man. Hey, Jopie Buit naar de Kuip. Allemaal ADO Den Haag supporters. Ja. Dankzij Mario Bilate. Dat zou mooi zijn. Dat is wel echt een droom van heel veel supporters. Zijn echt wel veel vrienden van mij. De bekerfinale, dat is de droom om zo Heb je dan ook een droom tegenstander? Die loting, jongens, daar klopt toch ook helemaal niks. Oh, vertel. Toch een Joe Rogan complottheorie. Ja, ja. Jongens, luister, ik ben geen complottheorist of zo. Maar alle topploegen, die treffen elkaar niet. Ja, dat is wel weer bijzonder. Jij zegt warme toeval. Warme balletjes, toeval, zeg jij? Ja. Dat weet ik niet. Ja. Wie stond die ballen? Ja, dat weet ik niet. Dame. Dame. Ja? Alessandro Dame, ja, klopt. Ja. Ah, die moeten we even hebben. Die moeten we even hebben. Of het ligt aan hem. Ik zei ook al, de PSV uit is ook wel de meest klote loting die ADO ook wel kan hebben. Ja, ook als supporter, weet je. Dat is eigenlijk een... Mooi was gewoon geweest, lekker Spakenburg thuis. Oh, ja. Thuis of uit. Dat zijn de echte affiches. Ja. Die topclubs elkaar maar lekker eruit spelen. Juist. Maar ja, dat is niet zo. Die speelt gewoon PSV uit. Het is gewoon een klote loting. Maar ja, hoop. Ik heb wel de hoop hoor, Mario. Waar wordt er een beetje over gesproken in het team? Tuurlijk. Van jongens, hey, kwartfinale, hebben we ook kans. Zij zitten ook, de laatste paar resultaten vallen tegen... Ja, tegen Sevilla. Volgens mij hebben ze kort daarna hebben ze weer een wedstrijd. Ja, van het weekend natuurlijk, 2-2. Ja, daarom. Ze spelen die donderdag tegen ons. En dan hebben ze zondag of zo, hebben ze waarschijnlijk weer een competitiewedstrijd. Ja, ja. Dus ergens denk je... Dus jullie hebben wel de hoop. Als Roy nou bij zichzelf denkt van ja, die competitie gaat nu niet zo goed... We moeten daar even aanpoten. Ik zet een paar jongens die wat minder spelen erin. En dat die jongens bij zichzelf denken, ADO. Hmm. Ja, daarom. Dat doen we wel even. Ja, dan klappen we erop, jongen. Ja, ik heb met de RKC toen... Toen speelden ze ook met de B-helft, toch? Toen speelden ze ook met de B-helft. Ja. Dat dachten ze ook van, ja, kom op RKC. Ja, die moeten we wel hebben. Ja, stonden toen 14 of daar hopen we een beetje op. En de derde periode, 100%. Als we die derde periode pakken, dan vind ik wel dat Dick Advocaat een standbeeld verdient, hoor. Sterker nog. Maar een heel klein standbeeldje. Vandaag speelt NAC tegen Jong Utrecht, toch? NAC is degene die, als ze 1 punt achter staan, maar al onze concurrenten hebben slechte resultaten. En NAC staat 1-0 voor. Klopt. Ja. En NAC staat 1-0 voor, maar... NAC die heeft nog wel een lastig programma nog, hè? Thijs Veldhuis. Nee? NAC heeft juist een op papier een wat makkelijker programma. Zij hebben... Dordrecht nog. Jong PSV uit, volgens mij. Dat is ook niet MVV zo makkelijk. Thuis. Ik zie ze thuis wel winnen. Want daar hebben ze het publiek achter zich. Daar in het Radverleg is ook voor tegenstanders kan het imponerend zijn. Dus en wij hebben op papier nog met FC Den Bosch. FC Den Bosch, Heracles en Toppos. Hè? Hey, heb je trouwens een beetje naar je zin in Den Haag? Ja? Vind je het een mooie club? Jawel, zeker. Nou, vertel, wat is er mooi aan? Het is echt een volksclub, hè? Ja. Het leeft ook lekker in de omgeving. Ik vind de Haagse mentaliteit en hoe de mensen zijn, dat is in grote lijnen een beetje gelijk aan Rotterdammers. Dus daar hou ik van gewoon lekker direct. Weet je ook wat ik zeg, dat Dick dan binnenkomt. Ja. Gewoon even gewoon zegt wat hij vindt. Ja. Dat vind ik wel mooi. Dat kan ik wel waarderen. En het is ook gewoon wel een gezellige club. Ja? Ja. Op een gegeven moment verloren wij 3 keer op rij. En dan bleef het muziek maar knallen uit de box. Ik dacht bij mezelf, wat is dit dan? Ben je ook een keer wezen stappen hier met Verheijtje en Kemper? Ja. En waar ga je heen dan? We zijn, even kijken. Die Kemper houdt er ook wel van, hè? Danzig geweest. Danzig? Ja, dat vond ik te jong. Ja. Ik vond daar echt de oude lul. Maar dan is Kemper heb je dan naast zijn zin, hè? en we zijn nog een keer naar... ik ben de naam even kwijt. Maar daar was wat ouder publiek, dat vond ik... Danzig is wel jong, hoor. Ja, maar dat was ook op een donderdagavond. Studentenavond. Studentenavond.
Ja. Dat was helemaal... Ik vond dan moet je uitkijken, man. Ja. Dan moet je uitkijken. Maar Kemper een beetje dansen met de dames? Ja, dansen kan hij niet. Nee? Nee, wel een gezelligheidsbeest, dat wel. Ja. Ja, ja. Kijk. Hij vindt het mooi als hij scoort. Dan ging weer los, hè? Ja, ja, ja. Ja. Zingen allemaal Kemper is een hooligans. Zie zo die smel, jongens. Ja, ja, ja. Mooi, we gaan even door naar de voorspellingen. Ja. En dat doe jij mee voor Ferry? Nee, Ferry speelt voor zichzelf. Mario doet gewoon voor de lol mee. Ja. We beginnen met de oude voorspellingen. De eerste daarvan was, wat wordt de Graafschap tegen Roda? Dat werd 2-0. Ja. Dan nog even een vraagje over, hoe dicht is dat ooit geweest? Dat jij naar de Graafschap zou gaan? Je bent toen nog gespot toch met Peter Bijvelds op een terrasje? Klopt. Ik sprak met hem en toen op een gegeven moment zei hij van, Mario, heel eerlijk, we hebben nog een paar kandidaten. En daar willen we gewoon op ons gemakje met elke kandidaat willen we nog zitten, praten. En dan laat ik je weten hoe en wat, hakken we de knoop door. En toen op een gegeven moment is contact geweest met mijn zaakwaarnemer. En toen zei hij van, er zijn nog een paar interessante opties langskomen. Wat ik hoorde was dat ze op een gegeven moment, ik weet niet of dat zo is, maar dat ze twijfelden tussen twee spitsen. Dat waren Hilteman en ik. Dat is het verhaal van de podcast ineens. Nee, maar dat is wat ik heb gehoord. Hè? Ja. Dat zo is, weet ik niet. Mm. Maar ik hoorde dat ze op een gegeven moment twijfelden van... Oké, wordt het Hilteman, wordt het Bilate? Twijfel, twijfel, twijfel. En dat toen op een gegeven moment volgens mij Bannes nog langskwam als optie. Ja. Mm-hmm. Toevallig wij en Benschop. En toen is Benschop het geworden. Michael de Leeuw hoorde ik in de wandelgangen. Dus ineens kwamen er heel veel namen bij. En toen... toen dacht ik ook van dan waren we 4-5 weken verder. Ja, dus we gaan door. Een zaak nemen van, luister, als ze komen, komen ze zo niet. Even voor je vrienden. Had je daar graag altijd een club geweest die bij je paste? De drammentaliteit? Ja, denk het wel. Is ook een volksclub. Ja, zeker. Michael Jansen is jouw zaakbenemer, toch? Ja. Ja. En dan is die link, want op een gegeven moment had ik in die podcast de band, de link tussen je zaakbenemer en ADO. Die is natuurlijk heel kort, hè, die lijn. Ja. Dus toen dacht ik al wel, die later gaan naar ADO. Niet had verloren. Ja, daar waren ze niet bij jou gekomen. Nee. Ja, aan dat soort dingetjes ligt het dan, hè? Ja, dat is, die lijn kan dun zijn, ja. We gaan naar de tweede voorspelling van vorige week. Hoeveel toeschouwers zijn er bij de Dick Derby? Ja. Dat waren er 6.821 en niemand had dat goed binnen de marge. Nee. Helaas. Nee. Waarom moet je lachen? Oh ja, dat zat er net naast. Net aan. Vraag C. Ja. Wie is er naar speelronde 25 topscorer van de KKD? Nou, Velanas moet natuurlijk nog. Ja. Dus daar hebben we nog niet echt een antwoord op. En dan D. Hoeveel minuten zijn Velanas gegund tijdens Jong Utrecht tegen NAC? Ja, dat is ook vandaag. En die wordt natuurlijk nu gespeeld. En staat hij erop? Ja, hij staat er gewoon op. Weet je zijn voornaam van Velanas? Oh ja, dat... Maar hoezo zou hij er niet op staan? Nou ja, het verhaal gaat toch dat hij niet wil verlengen. En dus ze willen hem niet laten spelen. Ja, dat is toch de schuld van NAC. Ze heeft echt niks met de jongen te maken. Nee, maar de vraag was dus, gaat hij spelen? Ja of nee? Hij staat er gewoon op. Ik zou hem gewoon opstellen. Ja? Kijk, tuurlijk. Uiteindelijk, als hij dadelijk een mooie stap maakt, dan kan je dat ook als voorbeeld gebruiken voor eventuele spelers die je in de toekomst wil aantrekken. Dat is waar. Jonge talentvolle spelers kan je zeggen, kijk naar Odi Velanas. Die heeft het hartstikke goed gedaan, heeft een mooie transfer gepakt naar puntje. Mm-hmm. Hoe je het ook went of keert, ik denk dat het alleen maar goed is voor NAC. En ja, ik snap dat hij niet verlengt. Ik bedoel, dat is ergens toch wel logisch. Ja, sinds dat hij bij NAC binnen is komen lopen, dat was vorig jaar, is het alleen maar onrustig geweest. Weet je, de club lag een beetje op zijn gat natuurlijk nadat Maurice en de aandeelhouders opstapten. Nee. Dus dat was een heel moeizaam jaar waarbij niet echt een rode lijn te ontdekken was wat betreft beleid of welke kant gaat de club op. Vervolgens is de club verkocht en lopen ze ook een half jaar een beetje te kloten in Breda. En dan hebben ze nu een trainer in Hiballa. Dat is denk ik een trainer, daar heb je het heel erg mee of totaal niet. Ja. Nou, zou jij het met hem hebben? Hij schijnt wel een beetje, hoe noem je dat? Fuck idioot. Hij schijnt een super veldtrainer te zijn, maar ze hebben hem wel een beetje beteugeld. Hè, ja. Weet je, hij moet ze gewoon, hij moet training geven. That's it. Ja, ik hoorde wel van de jongens, ik sprak er een paar, die zeiden wel na twee trainingen van, overal zit een idee achter. Dus het is niet meer gewoon oefenvormen om, dus een paas en trap voor om gewoon schijnt te paasen echt een goede te trappen. Hij schijnt echt een goede trainer te zijn. Als een paas en trap doen, is dat zeg maar terug te koppelen naar de manier waarop die wil spelen. Dus wat dat betreft, wat jij zegt, fuck idioot in de goede zin van het woord, dan dat is die volgens mij wel. Ja. Oké. Odysseus mag sowieso blijven spelen, heeft de TD gezegd, Maas. Ja, en waarschijnlijk gaat hij naar... Hadden we verleden week al besproken. Ja, maar het maakt allemaal niet uit. We moeten dat toch gewoon nog even een keertje zeggen. Ze hebben hem nodig. En hij gaat naar Sparta. Heb je daar nog een... waarschijnlijk? Ja, we ook... Oude club toch? Ja, ook. Dat is een prachtige club. Ja. Mooi man. Odysseus. Nostalgisch.
Mooi man. Top. Mooi. En dan... Goeie trainer. Even kijken, omdat we de wedstrijd hebben, de laatste vraag wordt die op dit moment gespeeld wordt, hebben we dus de pas volgende week de winnaars van vorige week. Sorry, maar ja, zo gaat dat. En twee weken geleden hadden we natuurlijk meerdere winnaars, toen vroegen we om dat moment. Hè, en uiteindelijk was het Plum036 die als eerste een Twitter-DM stuurde en dus de sokken gewonnen. Plummetje, gefeliciteerd man. Dan hier zijn ze... Maar deze niet, hè? Deze zijn van Mario. Deze zijn van mij, ik wou net zeggen. Dan de nieuwe voorspellingen. Mario, jij mag natuurlijk meedoen. Maar ook iedereen, alle kijkers en luisteraars. Ja, let op de tweet. Vrijdagmiddag rond 1:00 en doe mee voor die prachtige sokken. Daar komen ze aan. Ja. Wat wordt Rode JC Almere? Mm. Ah, heel de man in topvorm, hè? 1-1. 1-1. Ja. 1-2. 1-2? Ja. Dan ga ik voor 0-3. Okay. Ja. Ja, ik vind, maar Roda heb ik niet echt, hè, momenteel. Het is een beetje stugge ploeg. Ja, klopt. Almere zit er ook nu niet heel lekker in. Nee, ik zeg 1-1. 1-1? Okay. Ja, wordt een gelijkspelletje. Okay. Ja, Almere pakt hem wel. Okay. Hippe club, hè, nieuwe club. Zeker, geschiedenis schrijven. Ja. B, hoeveel goals vallen er in speelronde 26? Jeetje. Lastig. Hoeveel goals vallen daar een beetje gemiddeld dan? Heb ik echt geen idee van. Ik vijf worden. En, voor mijn gevoel altijd wel 3 doelpunten. Ik zou zeggen 31 stuks. Op 10 wedstrijden. Op 10 wedstrijden. Ja. Nee. Moet ik ze erbij pakken? Nee, de wedstrijden? Ik pak er wel wat meer dan. Ik zeg 37. Jezus. Ja. 37? Ja, maar vrijdag. Dat gaat helemaal los vrijdag. Gekke doelpunten al in de eerste minuten. Ja, man. Over 10 wedstrijden? Ja. Nee, ik zeg 28. Kijk, 28. Ik vind het mooi dat je het serieus neemt. Ja, ik ook. Ja. Hij denkt er echt even over. Ja. Vraag C. Hoeveel scoort FC Eindhoven eindelijk weer een keer tijdens Eindhoven de Graafschap? En zo ja, hoe vaak? Die hebben 4 wedstrijden op rij niet eens gescoord. Die hebben een vergasseltje hoor. Die hebben een mindere periode. 4, ja. Zo. Ja, bizar. Ja, maar vooral ook dat je gewoon geen enkele goal maakt. Wel, dat ze dat toch altijd wel deden. Ze zijn het helemaal kwijt. Ja, maar hoe... Ja. Maar ik vind, mensen doen alsof Eindhoven altijd zo super frivol voetbal speelt en zo aanvallend speelt. Maar dat valt toch allemaal wel mee? Nou, dit vind ik een statement. Dit vind ik een statement. Ja, maar ik, bijvoorbeeld als ik kijk naar de wedstrijden die ik van ze heb gezien. Ze spelen 5-3-2. Best compact. Mm-hmm. Gewoon een hele stugge ploeg. En, en als ze de bal hebben, ik zit te denken. Ja, dat is wel aardig voetballen, maar... Ja, dat doet die rotiers altijd wel lekker druk bezig aan de aanval. Die is goed bezig, ja. Zo'n stiertje. Ja, die hebben aardig gezeten, ja. Maar kijk, ze hadden het in ieder geval altijd achterin natuurlijk wel, hè, met Zeedorf en met Amervoort ernaast. Het stond allemaal goed, verdedigend stond het best wel aardig. En als je dan in 4 wedstrijden behoorlijk wat goals tegenkrijgt en er geen eentje maakt, ja... Ja, het is wel wat gaande, kleine crisis. Die Rob Penders wordt ook steeds bozer na de wedstrijd. Ja, hij wordt steeds bozer. Zelf goede trainer, volgens mij. Ik hoor hele positieve verhalen over hem. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, heb ook bij ADO gezeten, hè? Jeugdtrainer. Ja, maar dat begint, weet je, jouw carrière begint nu ook pas eigenlijk. Ja, ik kom dadelijk echt tot wasdom. Ben jij allemaal in Den Haag, man? Hey, en welk uitvak... Of, sorry. Voorspellen. Gaan ze scoren en zo ja, hoe vaak? Tegen de Graafschap. Eindhoven de Graafschap. 1 goal. Oké. Okay. 2. Dan zeg ik... Rotier. Dan zeg ik weer geen goal. Nee? Nee. Ja, ik ga niet hetzelfde als jullie zeggen. En dan, vraag idee, welk uitvak zit het volst en hoeveel mensen zitten daarin? Den Haag niet in ieder geval. Nee, mag niet. Hè? Nee, zonder publiek. Ik zal even de wedstrijden er eventjes bij pakken. Dat is Willem II tegen Jong Ajax. Nou, die zullen er niet zo gek van meenemen, denk ik. VVV Top Os. Roda Almere. NAC Dordrecht. Heracles Telstar. Helmond Jong Utrecht. En Eindhoven de Graafschap. Heracles Telstar, wat waren die laatste twee? En dan nog MVV PEC en Jong PSV Jong AZ. Ah, dat denk ik PEC. MVV PEC. Ja, PEC neemt de meeste mee. Ja, dat denk ik zat bij ons. Je hebt altijd wel... Ja, zo! Lekker fanatiek ook. Ja, was wel mooi, was wel mooi. Ja. Ja, dat zeg ik ook dan. Ja. Laten we het zo doen. Hebben Mario nog even gewoon even een vraag. Dit waren trouwens de voorspellingen. Mensen, doe dus mee vrijdag op dat tweetje. En maak kans op die prachtige sokken. Mario, gewoon nog even een vraag aan jou. Want jij bent toch misschien wel... Jij staat er het dichtst bij de competitie van ons drie. Jij staat nog wel eens op het veld. Heb jij nou... spelers of dat je zegt wel eens op het veld. Ja, nee, maar heb je nou gezegd wel eens. Nee, maar die een soort van hidden gems in de competitie, dat je zegt van goh, ik heb een speler gezien, daar praat nooit iemand over, of bij ADO zelf, of
Nou, ik moet zeggen, we hebben ook een aantal jonge talenten waarvan ik zeg... Die hebben heel veel potentie. Daar wordt heel veel over gesproken nu, van Bremen. Interessante. Ja. Het is een heel jong duo, hè? Ja. En dat durft hij wel aan, Dick Advocaat. Ja. Ja. Vind ik wel mooi. Ja. Tituan Thomas. Ja, Tieteman, hè? Tituan. Oh, ik dacht Tieteman Thomas. Wij noemen hem 6 weken lang Timothy. Timothy. wij noemen hem nu Tieteman. Ja? Tieteman Thomas. Tieteman Thomas, ja. We proberen hem ook erin te gooien. Die is net 21. Ja, dat is goede middenvelder, 32, hè? Maar... En nu al een rijbewijs meer. Ja, dat is weer wat anders. Ja. Ja, maar ze een goede speler. Maar dat heeft Advocaat toch wel anders ook neergezet, hè, op het middenveld. Ja, volgens mij speelde hij de laatste paar wedstrijden. Ja, wat is er? We gaan zo weer het ADO. Ja, nu worden we erin gezogen. We zitten met Bilater, ja, man. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Nee, dat mag. Grina is goed bezig. Ik zit verder te denken, joh. Welke spelers? Ja, een hidden gem. Ja, maar even van een andere club. Ik bedoel, je hebt toch wel tegen gasten gespeeld dat je denkt van god, die kon eigenlijk best wel aardig ballen. Saluki. Weet je wie ook goed is? Hal. Dat is wel Hal. Ook een talent, hoor. Ik zit even te denken, joh. MVV, donkere jongen op middenveld. Vond ik heel goed tegen ons. Vind ik sowieso een goede speler. Soeren? Ja. Ja. Dat vind ik een goede speler. Ik vind Van Bommel vind ik een leuke speler. Linksbuiten, toch? Ja, linksbuiten, ja. Ook een goede speler. Bij Jong PSV staat Lange Jongen achterin. Sales? Ja, hoe heet hij nou? Ja. Ja? Ja, volgens mij Sales. Ja. Dat is gewoon echt gewoon een solide verdediger. Max Meerdink. Vind ik goed. Van AZ. Was weer bezig, hè, deze. Hij was weer goed door, Maxi Meerdink. Ja, daar ben ik fan van. Blommigol misschien? Blommestein? Ja, die heeft te weinig gespeeld. Heb je een stijve? David Min scoorde weer, hè, bij Telstra. David Min, heb je een stijve, heet hij? Die komt van RKC, die komt van RKC, toch? Ja, dat is al doelpunt te maken, hoor, bij Telstra. Ja, doet hij het goed? Ja, hoor, prima. Ja, zeker. David, is die gehuurd? Nee. Is hij gewoon wel gehuurd, toch? Ik dacht van wel, ja. Ja, nee, David... ook altijd de jongen met veel potentie. Maar ik vond die Soelen, toch? Ja, Soeren. Ja, Nicky Soeren is het volgens mij. Ja. Die vond ik echt goed spelen, man. Ja. Vind ik een hele goeie. Ja, lekker, man. Die Soeren. Ja, heb je nog een andere speler om helemaal af te slachten? Daar heb je nou nog even tijd voor? Maar kan ik zeggen, vind ik echt niks. Ja, heb je helemaal niks. Even denken, hoor, jongens. Of een trainer. Nee, kan. Jawel, luistert hier niemand naar. Kom. Doe nou. Gaan we niet doen. Nee, maar lekker man, Mario. We gaan gewoon lekker die derde periode pakken. Lekker na competitie spelen. Ja. Promoveren. Piek op het juiste moment. Ja, toch? Zo is het. Zo is het. Dikkie bedankt, jongen. Komt helemaal goed. Mensen, mag ik jullie allemaal bedanken voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. Jullie kunnen natuurlijk allemaal meedoen met de voorspellingen. Reageer op die quote of doe een quote tweet op de tweet van vrijdag. Vergeet voor de rest niet te liken, te subscriben. Een kleine comment voor het algoritme. Zeker weten. En ga naar voetbalculture.com. Koop het boekie. Voetbalculture. Hey. Poepclub. Ja, juist.